Patty Bart heeft door de jaren heen te maken gehad met talloze persoonlijke drama's, maar de langdurige en pijnlijke ruzie met haar zus blijft haar het meest raken. In een recent interview met weekblad Story vertelt Patty over de diepgaande pijn die haar zus haar heeft aangedaan, vooral omdat zij haar jarenlang heeft weggehouden van hun zieke vader en dementerende moeder. Dit heeft geleid tot een onherstelbare breuk binnen de familie. Patty is ervan overtuigd dat er geen weg meer terug is naar verzoening, tussen ons komt het nooit meer goed, verklaart ze resoluut. De spanningen tussen de zussen zijn ontstaan door beschuldigingen en intriges. Eerder deelde Patty in een interview met de Volkskrant dat haar zus hun ouders tegen haar opzette. Ze beschuldigde Patty ervan geld van hun vader te hebben gestolen. Toen er geld was ontvreemd bij mijn vader, heeft ze de hele familie wijsgemaakt dat ik dat had gedaan, onthulde Patty. De situatie escaleerde verder toen Patty's ouders dichter bij haar en haar man Antoine wilden komen wonen. Haar moeder had een appartement gezien dat ze graag wilde hebben, en Patty en Antoine besloten dit voor te financieren. Omdat de ouders van Patty op dat moment nog eigendommen in Spanje en Wateringen bezaten, zouden zij geen hypotheek hebben kunnen krijgen voor het nieuwe appartement. Patty en Antoine vulden daarom tijdelijk de bankrekening van haar ouders aan, zodat ze de financiering rond konden krijgen. Toen de huizen in Spanje en Wateringen verkocht waren, stortte Patty en Antoine het voorgeschoten geld terug. Helaas, volgens Patty. Heeft haar zus hun vader wijsgemaakt dat deze lening nooit heeft bestaan en dat Patty en Antoine geld van hun rekening hadden gestolen. Ik verdenk mijn zus ervan dat zij mijn vader heeft wijsgemaakt dat die lening er nooit is geweest en dat wij een paar ton van hun rekening hebben gepikt. Dat hebben we tien keer geprobeerd te weerleggen aan mijn vader, maar hij had een herseninfarct gehad en kon niet meer rekenen, legt Patty uit. De misverstanden en beschuldigingen hadden vergaande gevolgen, zelfs voor de relatie met haar eigen dochter. Door de verhalen van haar zus was Patty's dochter ervan overtuigd dat Patty een dief was, wat resulteerde in een elf jaar lange breuk tussen hen. Nu haar zus een taakstraf heeft gekregen, ervaart Patty dit als een vorm van gerechtigheid. Het is een klein lichtpuntje in een lang en pijnlijk proces van familietwisten en verdriet. Patty's verhaal illustreert de destructieve kracht van familieconflicten en de blijvende impact die misverstanden en manipulaties kunnen hebben op het leven van de betrokkenen.